Oh nee, hè. Net nu ik een dutje wil doen, komen ze me nu ineens storen. Vraag me af wie het weer kan zijn. Goedemiddag, Ricardo. Zeg, ik stoor toch niet, hè? Nou, om eerlijk gezegd, ja. Sorry dat ik het eventjes wil onderbreken, maar het is wel heel belangrijk, Ricardo. Wat dan? Nou, vandaag komt de inspecteur bij me langs. En ik moet ook nog tegelijk op 3 nichtjes passen. Op 3 nichtjes? Waarom vraagt u dan geen babysitter om op je nichtjes te passen? Maar dat is nou juist het probleem. Ik heb niet eens een babysitter gevraagd. En dus vroeg ik aan jou of jij zolang die 3 nichtjes wil vervangen. Ik? Ja, maar ik ben niet zo goed in babysitten. Geen zorgen hoor. Ik stuur ze wel eventjes naar binnen. Nou, wat zeg ik je, Ricardo? Ja, meneer de boswachter, ik ben sprakeloos. Juist. Wat denk je daarvan? Zou je het willen doen of niet? Reken maar, meneer de boswachter. Meisjes, ik wil jullie even voorstellen. Dit is mijn vriend Ricardo. Hij is natuurlijk ook leerling van mijn school en hij is ook goed in alles. Zeg hem eens gedag. Goeiedag, Ricardo. Wat een grappig stelletje is dat. Zeg dat wel, Ricardo. Oh jee, ik moet gaan. De inspecteur staat al op mij te wachten. Oh, Ricardo. En nog iets. Als je graag wil weten hoe je ze kunt verzorgen, dan kun je me altijd nog bellen, hè? Geen zorgen, meneer de boswachter. Ik zal eraan denken. Dit wordt echt een makkie. Niemand durft het zo op te nemen dan als ik. Oké, kinderen. Tijd om naar bed te gaan. Maar het is pas 3 uur in de middag. 3 uur? Misschien stopt mijn horloge nog een beetje een uurtje achter. Ja, zeg dat wel. Waar hebben jullie nou zoal zin in? Tikkie, jij bent hem. Ja, maar zo is het wel gemakkelijk hoor. Tikkertje spelen. Nou, ik speel liever verstoppertje. Wie niet weg het is gezien, ik kom. Oh, hij komt eraan. Snel verstop jullie. Zo, waar zullen ze zitten? Misschien... Tikkie! Huh? Laat me nou toch niet eens schrikken! Nou, misschien was Tikkertje beter geweest dan Verstoppertje. Oké, meisjes, ik weet het nu goed gemaakt. Jullie krijgen alle 3 een lekker ijsje.
Nou, er gaat niks boven een lekker reisje met de beste drie nichtjes van de stad. Oh nee, ik hoor wat. Het lijkt erop alsof er iets wordt afgebroken of zo. Eindelijk, we zijn rijk. Wij gaan met dat geld kunnen we heel veel verdienen. Ja, zeg, plaats maar onder tussen die bom neer, voordat we lekker aan de slag kunnen gaan. Oké, maatje. Eindelijk, het goud is van ons. Wat ga jij met de helft van de deel doen? Ik weet er nog niets van, maar dat zullen we nog wel eens zien. Oh nee, het zijn boeven. En ze beroven de bank. Ik moet iets doen. Meisjes, ik moet die twee boeven zien te stoppen. Wij willen ook helpen. Nee, jullie blijven hier. Het is veel te gevaarlijk om met boeven te sleuren. Dit is een klus voor Ricardo. Meneer de agent, je moet me helpen. Er zijn twee boeven die de bank aan het beroven zijn. Ja, ik weet het. Ik heb net contact genomen. Ik denk dat ze nu deze kant op gaan. Wij zijn rijk, wij zijn... En jullie zijn niet rijk. Jullie staan onder arrest. O ja? Meneertje politie, en waar zijn je handenboeien? Trouwens, als ze ons wel arresteren, dan moet je eerst langs ons komen. Niet zolang ik er ben. Aangeef het toch op, Mietje. Je kunt ons toch niet pakken. Is dat zo, knulletje? Zeg, waar is Ricardo? Hij zou toch op jullie letten? Ja, dat zei je ook, maar hij is ineens weg. Waar is hij dan naartoe, nietwaar? Als hij nergens te vinden is, hè, dan zou het wel zijn dat hij niet goed zijn best heeft gedaan, hoor. Ah, Ricardo, waar heb jij uitgehangen? Jij zou toch op mijn nichtjes passen? Ja, meneer de boswachter, dat heb ik ook gedaan, maar tijdens het oppassen van jouw nichtjes zag ik dat de bank werd beroofd door twee boeven. Is dat waar? Ja, meneer de inspecteur, het is echt waar. Meneer de boswachter, het is gewoon niet te geloven. Ricardo is gewoon een echt held. Iedereen kan er wel tegenaan. Ja, maar hij heeft niet op mijn nichtjes gepast. Tuurlijk wel, hij heeft de stad gered en op je nichtjes gepast tegelijk. Is dat geen wonder? Ricardo, je bent wel echt enig dat je dat allemaal tegelijk deed. Echt waar? Ja, en daarom noem ik u aan tot jonge held tegelijk ertijd. Dankjewel, meneer de inspecteur. Ik ben echt zo trots op je. Ja, en het spijt me dat ik... niet aan jouw taak had gedacht, meneer de boswachter. Ach, het geeft niet. Inmiddels heb je toch nog goed je best gedaan.